Lucas maakt soms wel vaak ruzie met zijn zusje. En daarom hebben we eigenlijk op een bepaald moment afspraken op papier gezet. Eigenlijk uitgedrukt in picto's. Ja, afspraken doen naleven, dat is natuurlijk nog altijd iets anders. We blijven ruzie maken, maar in het geval dat er ruzie is, kan ik nu zeggen, van, kijk nog eens naar je afspraken. In plaats van te zeggen, nee, niet doen. Want dan, ja, dat helpt eigenlijk op zo'n moment niet. Verwijzen naar de afspraken werkt beter bij hem. En dat is hier concreet? De afspraken zijn niet roepen, niet slaan en niet ruzie maken. Ze zijn heel vaag. Ik begrijp, ik weet zeker dat een kind met autisme heel veel moeilijkheden heeft om dat te interpreteren. Dus we helpen hem niet om die regels echt te gaan begrijpen, maar wel om in de situatie van een ruzie eigenlijk herinnerd te worden aan de afspraken in een positieve manier en niet berispend op wat hij slecht aan het doen is. C'est un contrat qu'on a mis en place pour Luna pour diminuer son agressivité. Donc en fait, ce qui se passait, c'est quand elle jouait avec ses sœurs. Donc en général, après quelques minutes, il y a un conflit qui se déroulait. Et sans qu'on ait vraiment l'explication de l'élément qui déclenche l'agressivité, elle mordait les sœurs, elle pince. Mais c'était des attaques qui faisaient quand même assez mal. Il y a aussi ces situations qui se déroulaient à l'école. Donc quotidiennement, il y a des petits enfants dans la classe qui se faisaient entre guillemets attaquer par Luna sans qu'il y ait vraiment une explication logique, donc pincées, morsures ou des coups de pied. Alors pour moi c'était une priorité, c'était de d'abord essayer de gérer ce comportement agressif. L'idée du contrat, c'est de le montrer à Luna dans la journée, donc en début de journée et puis dans le courant de la journée, lui remontrer les comportements qui sont, je vais dire, à bannir, les comportements néfastes. Donc d'une part la morsure, pincer et frapper, parce que c'est ce qu'elle faisait le plus. Et donc bien lui expliquer donc, que si elle fait un de ces comportements qui n'est pas souhaité, elle ne reçoit pas de cadeau en fin de journée. Et que si par contre dans la journée elle a été gentille, donc elle a été câline avec ses sœurs ou les camarades de classe. Alors j'ai représenté aussi les câlins par des chatouilles, c'est quelque chose qu'elle aime bien aussi, et l'image, je veux dire, de deux amis. Et donc, si elle a des comportements qui sont souhaités, ben, elle reçoit un cadeau à la fin de la journée. Et quel genre de cadeau? Alors, ben, on prend des petites récompenses comme des petites balles, donc des petites balles comme ceci, parce qu'elle adore, elle adore les balles, des ballons à gonfler. Et maintenant, ce que j'ai fait aussi, parce qu'elle aime bien les petits animaux. Et qu'est-ce qui se passe quand elle ne reçoit pas de cadeau? Elle pleure ou... Elle sait très bien que quand elle a mordu ou pincé, elle n'aura pas la récompense. Et on dirait que le fait que ce soit bien visualisé, ben, elle n'est pas fâchée. Donc elle a très très bien compris. De même, le contrat pour l'agressivité, je l'avais aussi apporté chez mes parents. Donc ma maman faisait le bilan en fin de journée aussi. Donc et ça fonctionnait également. C'est vrai que ça s'adapte à toutes les situations. Elle a fait un stage cet été à la ferme. Et donc le premier jour, ma maman avait oublié d'apporter les pictogrammes pour l'agressivité au stage. Et donc il y avait eu quelques gestes, je veux dire, indésirables le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, la personne qui s'occupait du stage faisait le bilan en début de journée. Attention à tout ce qu'on ne peut pas faire. Et voilà, ça a été impeccable les quatre autres jours du stage parce que la personne, il lui suffisait pendant la journée, quand elle voyait un comportement qui allait peut-être être indésirable, elle faisait juste la croix. Attention, Luna. Et Luna arrêtait son comportement indésirable. Delen van speelgoed, dat lukt niet. Vooral speelgoed dat echt van zichzelf is. Dat kan hij eigenlijk niet delen. Zoals kreeg hij ooit de Ark van Noé van Playmobil cadeau. Wat de bedoeling was van dat was een mooi speeltuig. Dat hij dat deelde met zijn zussen. Maar eigenlijk is die Ark van Noé gewoon bovenop zijn kast gezet. En telkens als een van de zusjes daar wilde mee spelen, was dat heel moeilijk. En ja, hij was echt boos. Klopte hij echt op zijn zussen en pakte heel de boel weer in en gaat hij gewoon alles terug op zijn kast gaan zetten. Dus ze mogen daar echt niet mee spelen.
We hebben daar wel bij ingegrepen en duidelijk zeggen van nee, Seppe, Janne en Nini, dus de zussen, mogen daar ook mee spelen. En dan voelde die frustratie, die stress opbouwen in dat lichaam. Maar eigenlijk laat het hij, als wij het zeggen, laat het hij soms wel toe. En eigenlijk moeten wij ook wel aanvoelen in welke situaties mogen we het vragen. Like, als je al zeer gestrest loopt, dan gaan we heel vlug zeggen tegen de meisjes van meisjes, vandaag niet, blijf van zijn spullen af. Van, nu gaat het echt niet lukken. Buiten als hij goed loopt, zou ik wel een keer zeggen van, ja, maar Seppe, de zussen mogen er ook mee spelen. Het is voor allemaal. Is dat toch niet moeilijk soms voor de zussen die zich altijd of meestal moeten aanpassen? Eigenlijk is dat heel moeilijk. Ik ben me daar wel bewust van dat dat voor hen heel, heel moeilijk is. Eigenlijk houdt hij nooit rekening met hun behoeften of vragen. Like als we gaan wandelen en er staat een ijskokar en Seppe heeft geen zin achter een ijsje, maar de zussen hebben wel zin achter een ijsje, dan is dat kwaad worden en roepen van nee, verder stappen, niet stoppen. Ondertussen dat wij iets hebben van nee, nu wacht je en de zussen willen een ijsje, die gaan een ijsje eten en dan gaan we verder. Maar dat is echt wel heel, ja, dat vraagt heel veel energie. En dan denk ik altijd zo van, god, dan hebben die zussen ook al geen zin meer in dat ijsje. Als broer dat hem zo boos maakt. Maar ja, ze weten ook al die jaren van niks anders. En eigenlijk gaan ze wel vrij goed mee om. Vroeger was dat helemaal niet zo. Dan werd zussen echt wel gebruikt als actie-reactiemateriaal. Dat was zoiets van, je duwt daarop en dat weent. En je kunt daar een keer op slaan. En dan roept dat mama. En dan, als hij naar haar trekt, dan komt papa af. En zo had hij steeds... Dat was vroeger de functie van zijn zussen. Echt puur actie-reactiemateriaal. Die werden niet gezien als levende objecten. Levende mensen, dat waren objecten voor hem. Die in huis rondliepen. Maar nu is het echt zalig om ze samen bezig te zien.